De play-offs naderen voor de Ajax-vrouwen. Vrijdagavond staat de één na laatste wedstrijd in de reguliere competitie op het programma. Op bezoek bij PSV. Ajax verdedigt dan een voorsprong van 11 punten op de eerste achtervolger. Omdat afgelopen weekend ADO Den Haag met maar liefst 7-1 verloor. En FC Twente gelijk speelde tegen de hekkensluiter. Ik was verrast vooral. Uiteindelijk toen wij binnenkwamen, toen kregen we door dat Twente 3-2 maakte. En dat bleek uiteindelijk te gaan om een goal die uiteindelijk afgekeurd werd. Dus het bleef 2-2 daar. Maar ja, de grootste verrassing was natuurlijk ADO, die zo groot verlies van Telstar. Dus uiteindelijk voor ons gunstig. Ja, hoe ontvangen jullie dan zo'n uitslag in de kleedkamer? Ja, zoals elke sportploeg. Dan zijn ze, ondanks een eigen wedstrijd waarin ze natuurlijk het prima gedaan hebben, grote uitslag neerzetten en uitstekend spelen. Wordt het met gejuich ontvangen, dat mag duidelijk zijn. En er was meer goed nieuws, want meer dan een jaar nadat ze een zware knieblessure opliep, maakte Lauren Delleman weer minuten in de competitie tijdens de 6-1 zege op Achilles. Ja, dat was zeker een heel mooi moment. In november heb ik al mijn eerste minuten weer gemaakt in de oefenwedstrijd. Dus sindsdien ben ik eigenlijk weer fit en onderdeel van de groep. Maar het is toch mooi om dan echt in de Eredivisie weer hier aan het treden te maken. Dus dat was zeker een heel mooi moment voor mij, ja. Is het moment waar je dan lang op gewacht hebt, lang naartoe geleefd hebt? Ja, je hele revalidatie staat daar natuurlijk in het teken van. En omdat ik nu een tijdje fit ben, was ik er iets minder mee bezig. Omdat ik dan nu weer gewoon blij ben dat ik weer op het veld sta. Maar het is toch iets dat een beetje blijft nagen als je dan nog niet echt je officiële rentree hebt gemaakt. Dus nu is het eigenlijk gebeurd en daar ben ik heel blij mee, ja. Dat is denk ik een van de zwaarste blessures die je als voetballer kan hebben. Zowel fysiek als mentaal is dat heel zwaar. Gelukkig ging mijn revalidatie heel goed. Ik had weinig tegenslagen. Ging eigenlijk voorspoedig. En het is toch wel, ja, sinds ik zeg mijn eerste minuut heb gemaakt in november en ook in het trainingskamp in Portugal heb ik ook minuten gemaakt, dan luister je dat inderdaad wel af. Maar dit is toch wel iets officiëlers en dat is wel echt nog, nu is voor mij inderdaad helemaal, het hele boek helemaal dicht, ja. En dus maken Delleman en haar ploeggenoten zich langzaam op voor de ontknoping van het seizoen. Met nog 2 competitiewedstrijden en daarna de play-offs komt een eerste landstitel voor de Ajax-vrouwen steeds dichterbij. Ik heb natuurlijk het begin al vanaf de zijlijn gekeken en het is inderdaad, dit seizoen gaat het echt supergoed. En ik denk dat we als team dat ook voelen zo. Maar goed, we hebben natuurlijk wel voorgaande seizoenen dat ook wel gehad dat het goed ging. En dat het op het laatste worden de prijzen verdeeld. En dan moet je echt top zijn. En dat denken we dat we ons wel goed beseffen ook dit seizoen. Dus we rekenen ons niet te rijk nog. We gaan nog zeker scherp door. Straks in de play-offs speel je natuurlijk gewoon echt voor het kampioenschap. En nu is het ook belangrijk nog steeds. Alleen ja, er zit natuurlijk een andere druk op. Ik snap dat ploegen tegen ons alles zullen geven om die wedstrijd te winnen. En wij moeten mee daarin. Dus het is voor ons weer wederom een finale. Ik vind ook dat je niet nu kan zeggen, nou we doen nu een stapje terug. En dan straks in de play-off zetten we een knop om en dan gaan we even gas geven. Zo werkt het niet. Dus je moet nu gewoon ook gas geven. Want dan wordt het straks makkelijker in die play-offs. Want dan heb je namelijk gewoon dat niveau. En dan kun je makkelijker ook dat niveau aantikken. Ajax zal sowieso als koploper de play-offs beginnen. Maar zal de ruime voorsprong willen vasthouden of zelfs uitbouwen. Volgende week tegen ADO en om te beginnen vrijdagavond tegen PSV. Waar dit seizoen 2 keer nipt met 2-1 van werd gewonnen. Wedstrijden tegen PSV zijn meestal wel lastig natuurlijk. PSV is een goede tegenstander. Zeker uit hebben we daar ook wel eens lastig gehad. Maar ik denk wel vaak wel aan het langste eind trekken. Als we gewoon al top zijn en goed spelen. We zullen weer zien hoe het vrijdag gaat worden. Ik denk dat het wel een lastige wedstrijd wordt. Maar ja, wij moeten gewoon alles geven en dan moet het goed komen, denk ik. Ja. Kijk, we hebben de laatste fase tegen PSV hier thuis. Hadden we het heel lastig. Omdat we uiteindelijk niet deden wat we hadden afgesproken. En dat moeten we vrijdag beter doen. En als wij gewoon ons normale niveau halen en ons spel spelen. Waarbij iedereen gewoon doet wat hij moet doen vanuit de taak. Ja, dan kunnen wij gewoon die wedstrijd winnen. Ja, maar dat het niet makkelijk zal zijn uit bij PSV, ja, dat mag ook duidelijk zijn. Wij spelen voor een kampioenschap. Nou ja, goed, daar zijn we nog steeds in die doelstellingen, zitten we nog steeds op de goede weg. Dus dat willen we zo lang mogelijk volhouden. En we gaan straks hopelijk met voldoende voorsprong die play-off in.